Ik heb een papier mee, dat bent u niet helemaal van mij gewend, maar ik heb nogal een lang lijstje. Minister Ollongren die met haar papieren wappert. De leugens van Rutte over een functie elders, over een kritisch Kamerlid, een aangenomen motie van afkeuring en door de hele oppositie gesteunde motie van wantrouwen. Van Veldhoven en van Nieuwenhuizen vertrekken uit het kabinet, want vinden een ander baantje belangrijker. Broekers-Knol, die zonder medeweten van de Kamer het asielbeleid aanpast en het daarna weer terugdraait. Kamerleden die zo de kabinetsploeg ingeschoven worden, terwijl ze nog Kamerlid zijn, waarna het staatsrecht aangepast moet worden omdat dit onwenselijk is. Gesprekken langs de lijnen van de inhoud, die bleken te gaan over de beeldvorming en over wie wat in de krant had gezegd. Kaag en Bijleveld die opstappen omdat ze falen met de evacuaties in Afghanistan. Keizer die in de krant met haar kritiek op de coronapas komt en vervolgens wordt ontslagen. Grapperhaus die de Kamer verkeerd voorlicht over de fraude. Kaags voorlichter verspreidt lelijke roddels over het drankgebruik van de informateur. Van Huffelen die zegt dat het afhandelen van een toeslagenschandaal nog heel lang gaat duren. En blijkt ook dat onder Ede de waarheid niet is gesproken, de hoge pief bij de Belastingdienst. Broekers-Knol die spreekt van 100.000 Afghanen die naar Nederland zouden komen en ze betreurt daarna de ophef over haar eigen uitspraken. Hoekstra investeerde in een belastingparadijs en maakt daar geen melding van toen hij senator was en blijkt dat ook nog te doen voor zijn pensioen. Voorzitter, en dan vergeet ik vast ook nog een hoop. En ik was eigenlijk nooit zo'n voorstander van die mensen die zeiden, ja, misschien moet er maar een soort van zakenkabinet komen met capabele mensen van buiten. Maar om heel eerlijk te zijn, voorzitter, met deze puinhoop die dit demissionaire kabinet ervan maakt, begin ik toch steeds meer te begrijpen waar dat vandaan komt. Want dit lijstje, voorzitter, is niet alleen van de hele kabinetsperiode. Nee, dit lijstje is van de tijd dat de verkiezingen zijn geweest, van het laatste half jaar. En we hadden mevrouw Kaag die nieuw leiderschap belooft, Mark Rutte die de radicale ideeën had over de nieuwe bestuurscultuur. En wat we ervan zien dat er terechtkomen is helemaal niks, voorzitter. En dat is triest. En het is vooral triest dat er dus ook niks gebeurt aan de grote problemen. De woningnood, die niet wordt aangepakt. Ondertussen worden de mensen uit de Tweebosbuurt hun eigen huis uitgejaagd. Een betaalbaar huis is nauwelijks meer te vinden. Er gebeurt geen zak aan. Voorzitter, de grote tekorten die er zijn in de zorg, bij de politie, leraren, overvolle klassen, te weinig collega's. Er gebeurt geen zak aan. Voorzitter, de enorme economische groei is er. Maar terwijl het aantal miljonairs toeneemt, gaat de economische groei niet naar de mensen die we nu als cruciale beroepen zien, om maar eens wat te noemen. Het schuldenstelsel, meneer Hoekstra noemde het al. Het bestaat nog steeds. Er is nog steeds geen basisbeurs. Het minimumloon is nog steeds niet verhoogd. En dan, voorzitter, die ouders die getroffen zijn, die gezinnen die getroffen zijn in het toeslagenschandaal. Die gewoon dit weekend op tv weer moeten horen dat het nog heel lang gaat duren, aldus de staatssecretaris, voordat hun problemen zijn opgelost. De mensen in Groningen die weer gisteren aardbevingen meemaken en nog steeds in hun kapotte huis zitten en wachten op een schadevergoeding. En ik zei het al, voorzitter, in het vorige formatiedebat. Er komt een Rutte 4. Daar wordt op aangekoerst. Een doorstart van Rutte 3, 2 en 1. En dat Rutte 4-kabinet, dat zal geen einde maken aan een economisch systeem wat slechts werkt voor de enkeling. Maar wat voor de werkende klasse in Nederland helemaal niks te betekenen heeft. En wij zullen ons hier niet bij neerleggen. Dat zal u niet verrassen. Wij zullen in de Kamer daar oppositie tegen voeren. En we zullen ook met alternatieven komen. En we zullen ook buiten de Kamer die strijd voeren. We zullen maatschappelijke bewegingen bouwen en mede ondersteunen. Met de mensen van het woonprotest. Voor een fatsoenlijke volkshuisvesting, inderdaad. Met de studenten die knokken tegen afschaffing van het schuldenstelsel en een fatsoenlijke basisbeurs. Met de ouders, de gezinnen die zijn getroffen in het toeslagenschandaal, tegen het wantrouwen, het geïnstitutionaliseerde wantrouwen in de overheid en voor een eerlijke overheid. En voorzitter, mevrouw Kaag zei in haar toelichting dat ze niet gecharmeerd was van de optie van nieuwe verkiezingen, want dat zou mogelijk populisten in de kaart spelen. Nou mevrouw Kaag, die nieuwe verkiezingen die gaan er komen over een half jaar, namelijk lokale verkiezingen voor de gemeenteraad. En stad voor stad en dorp voor dorp kan Nederland afrekenen met de puinhoop die dit demissionaire kabinet ervan maakt. En die verantwoordelijkheid die zullen wij nemen.